Want het is weliswaar weer zover. Ik heb ingepakt en we gaan weer een lekker nachtje vissen met Mr. Daniel Tiering wel te verstaan. We gaan lekker een nachtje vissen. Morgen ben ik vrij, dus dat is helemaal goud. En ik heb er zin in. Het is 20 graden, eerste keer 20 graden dit jaar, dus we gaan knallen. Check out, dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van DWVIS Team. Het is de eerste sessie van het jaar. Nou ja, voor jou wel hoor. Ja, de eerste sessie dat hij online komt. Hè. Ik heb een paar nachtjes gezeten van de week. Was niet heel veel. 1 karpje kunnen vangen dit jaar. En ik ben vandaag voor het eerste jaar samen met Chittermeister. Dat is fantastisch. Ja, we hebben de car van de jonge man hier zo staan. We hebben hier mijn fiets met de car staan. En we zijn bijna aangekomen op de sec. En het is? Ja, het is zondag. We hebben nog een anderhalf uur daglicht. En het is ergens begin maart. Oh, hey. Begin maart en we gaan het gaan proberen. Lekker weer. Precies. En we gaan ervoor. Hoppa. Hoppa. Ja. Ja jongens, zonnetje is lekker aan het ondergaan, maar hij is nog wel lekker. Het is een heerlijk dagje. Voor het eerst weer de korte mouw aan. Je ziet het. En we zijn er. Bekend watertje. Na jaar ook nog een mooie video opgenomen met Bram. Toen 3 vissen gevangen. Dus dat geeft ons goede moed. Ook onderweg zagen we al overal karpers in alle slootjes zwemmen. Kooikarpers in de vijver die beginnen weer te eten. Dus ja. Moet goed komen, eigenlijk niet misgaan. Nee, ja, we hebben hier achter nog een klein kommetje. En lang niet geweest. Ah, jij niet, ik wel. Maar het komt gewoon goed. Ik heb er vertrouwen in. Ja toch. Zo, begint er ergens op te lijken. Allebei de tentjes staan. Precies. Lekker, lekker. En de hengels liggen nog ingeklapt op de stoel. Gebroken toppies te kennen. Ja, nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe hengels ook. Misschien binnenkort. Wel. Misschien wel. We hebben nog heel even zonlicht. Ja. Dus we gaan wel snel die hengels even in elkaar zetten. Precies, dan is even lekker eten. Ja toch? Lekker. Hey, lekker, lekker happy. Lekker. Even lekker happy voordat we gaan doorwerken. De magers, als die gevuld zijn, kunnen de karpers hun magers ook vullen. Hij is de rest van Theo. Foto-bonnen. Ja. Nou, dat mag voor één keer. Nou, doe maar. Even bezig met de uilen, maar... Doe maar dan. De koekoek. Oh. De koekoek. Ja, nog één nog. Heb je nog een Nou, we gaan net beginnen. We zitten pas eens net. Ja, dus we gaan het even... Wat zei u? Leuk tentje. Ja, toch? Ja, niet op de grond. Het is een mooie tent van Rismonkey. Rismonkey, mevrouw. Ja. Weet je alles. Mocht u iets van tent nodig hebben, dan weet u te vinden. Yes, de onderlijntjes zijn baas. We gaan vissen met een mulberry pupje, 16 mm met de Ronnyrig. Aangezien het zonnetje al heel de week lekker op het water aan het schijnen is, denken we dat de vissen al een klein beetje zijn losgekomen. Dus ja, we gaan het gewoon proberen. Andere hengel heb ik een snowmannetje, beide met de garlic. Een 16 mm bol met een 12 mm garlic pupje erop. Nou, we zijn voorbereid, we hebben foompjes mee, want er kan hier aardig wat vuilnis op de bodem liggen. Tak, blaadjes, moet je allemaal niet hebben. Dus doen we gewoon even een goede lik. En dat doen we omdat we geen haakvel willen hebben, zodat hij gewoon netjes op de bodem komt, een schone haak. Gaan we zo het water in bonjouren en kind kan de was doen. Lekker. Lekker. Ja. Ja jongens, ik ga eens even de hengels uitleggen. Hengeltje nummer 1, je ziet het, een lekker Disper PWA zakje met een Ronnyrig. En die ga ik zo meteen lekker in bonjouren. Dus weinig voer, want het is nog koud, water. En ik hoop gewoon weinig voer, snelle aanbeet, zou mooi zijn. Ander hengeltje heb ik een snowman met een, hoe heet dat ding? De Tiger Crush Caramel Bullen, helemaal super. En een geel pop-upie, weet ik de naam niet van. Niet zo lange onderlijn, omdat het nog koud is. Het lijkt wel eens voor mij een beetje aan het napen ben als ik dit zo hoor. Hoezo? Dan rol hier in een snowmannetje. Ja, we gaan zien wat het gaat doen. Want jij hebt dit jaar al veel gevangen? Ik heb dit jaar al... nul vissen gevangen in denk ik 5 of 6 nachten, dus niet best. Maar we gaan het gewoon weer proberen, want opgeven die wint altijd. Ja, gaan we even zeudeboelen, de opgeven wint altijd. De aanhouden wint altijd, helemaal fantastisch. Kijk, het zonnetje is onder, dus we gaan even snel zeudeboel voor de sekken. Precies. En dan wordt het spannend. Ah! Yes, daar staat hij hoor, met het potje pop-ups. Oh. Hey, en we gaan zoals vanuit. Zeudeboelen, er ligt daar een, ik weet niet wat, een tafeltje, daar verder op in het gras. En wie het dichtstbij gooit op stack nummer 1 en 3. En wie het slechtste gooit 2 en 4. Dus je moet gewoon het beste gooien. Ja, wordt spannend. Vanaf het rode lint? Vanaf het rode lint. Wil jij als eerst? Nee. Ja, ga maar. Ik ben aan het filmen. Ik weet niet of ik dit wel kan. Kan je wel, joh. Ai, nul. Het is niet best. Oké. Maar je legt de druk iets meer, minder van mijn schouders. Ja, dat is niet best.
Kijk. Ja, hey. Het is crisis. Dank u. Het is crisis. Helaas pindakaas. Oké, we zijn aangekomen bij het kleine kommetje. Ja. De stekverdeling is gedaan. Strategisch nagedacht. Ja. Ik vind het van wel. Ik vind het ook van wel. Beetje al hengels verspreid over heel het water. Ja, lekker met de saunaboxie. Eén hengeltje hier. En je ziet het, een klein PVA-zakkie. Een heel kleintje. Een snowmannetje. En ik wil hem ongeveer... Bij die riepluim. Ja, je hebt daar een riepluim, je hebt daar een en daar een. En dan wil ik hem tussen de tweede en de derde. Oké. Okay. Nou, dat was niet heel duidelijk, maar doe je ding. Een mooie helmet op heb je ook weer. Ja. Dan kan je extra op me gooien. Alles vanuit. Oké, ben je er klaar voor? Klaar. Dit heb ik echt al lang moeten doen. Ja! Dat was tussen de tweede en de derde. Jij hebt wel gelijk, hij ligt ertussen. Ah, ja. Vind je hem niet iets te ver van de kant af? Nee. Ja, er ligt aardig van zooi op de grond, hè? De bodem. Ja, het staat hier in de zomer altijd helemaal vol met lelies. En ik ben bang dat die al een beetje aan het opkomen zijn. Dus ze niet te dicht tegen de kant. En dan moet het helemaal goed komen. Ja, toch. Wat ben je nu aan het doen? Ja, even de lijn helemaal onder water. Als je dan onder water is, dan kan je hem... Lekker laten afzinken. Zeg. Even lekker laten afzinken. En ga je hem met toplood, ga je hem strak vissen, slap vissen? Ik ga hem semi-slap vissen. Dat is niet helemaal stijf en ook niet helemaal slap. Ja, die kennen we allemaal wel, denk ik. Ja, daar heb je allemaal wel eens last van. Oké, gaan we dan. We staan helemaal aan de andere kant van het grote water. Ik ga hem ingooien. Ik heb erg zink op de lijn, dus zodra hij is ingegooid, dan ga ik gelijk daarin met de hengel. Zodat er niet een te grote bocht in de lijn ligt. Ja, dit wordt natuurlijk komisch. Ja, nou, dit is wel een krakend hengeltje met een gebroken top. Ik ben bang om heel hard te gooien, maar ik moet wel verder op zich. Rennen. Kijk dan, oh, wat dicht mooi. Rennen. Oké, de zon is nu officieel onder. Het begint er heel snel donker te worden. Ja. Maar goed, hengeltje nummer 4, die ligt er ook in. Het is fantastisch. Je gaat je hengels best ver zetten. Gelukkig kunnen de karpers zich niet vastzwemmen hier. Is het ongeveer 50 meter rennen en zijn we er zo. Het wordt ook geen gekke avond. We gaan professioneel te werk. En ik heb getraind. Ja, hij is aan het trainen tegenwoordig. Zeker, 100 meter. Use and board. Tijd. Lekker jongens, het ziet er wel mooi uit hier zo. Mooie omgeving. Tijd voor iets heel lekkers. Een burgertje en tossetje. Ja jongens, het is weer zover. We zijn weer lekker aan het koken. Je ziet het, allebei gewoon het eigen Richmonkey pannetje. Het is helemaal geweldig. Ja, op het gaspitje van Richmonkey. Die gaspitjes die zijn helemaal top. Ja, ik heb er denk ik ongeveer al zo'n 6 of 7 verschillende gehad. Dit is de eerste die meer dan een jaar meegaat. Hij is nog niet kapot gegaan inderdaad. Ja, top spul. Fantastisch. Die jongen lekker aan de kipburger. Ik even lekker aan de tosties. Maar we hebben toch wel weer getroffen. Ja jongen. Door de week, maar je moet gewoon blijven genieten. Ja, en het is nog wel een beetje koud zelfs, maar de laatste keer dat je hier zat, nog een beetje vis gevangen. Toen zat ik hier met Bram, hadden we 3 vissen, maar 2 boven de 10 kilo, dus gek huis. Het zou wel lekker zijn, hè? En ook de eerste video van vorig jaar was ook hier, dus dat komt
is ook dat gewoon. Het zou wel iets met elkaar te maken moeten hebben. Het zou eigenlijk, moet eigenlijk wel goed komen. Oké. Okay. Ik heb er wel vertrouwen. Nou, dan zie ik je even nu. Doei. Jongens, ik ben gewoon lekker een burger aan het eten. En toen? Toen ging de piep in een keer, ja, als een hazen vandoor. Ik heb ongeveer 12 piepen gehad. Moet je die swingen kijken. Tegen de piep en die zit echt strak tegenaan. Even lijn geven. Kijken of die... Ja, ik ben een beetje zenuwachtig, maar dat ik zo ver weg. Kijken of die mee omhoog trekt. Maar het waren echt 12 piepen of zo, dus... Het zou wel lachen zijn als een mooie blazem is. Ja, nou, dat kan zo, maar hij ligt op zo'n grote afstand. Dat je dat bijna met die neon lijn niet... Dat je bijna geen indicatie van krijgt. Kijk, nou, ja... Daar hangt sowieso wat aan. Het waren echt 12 piepen, 12, 13 piepen. Hup, hup. Kijk, ja. Ja, kijk, het kopje gaat door, hè? Kijk. Ja, dat is een blazempie. Ja, moet ik hem pakken? Ja, eigenlijk wel. Maar het uitgooien is weer zo kut. Ja, kijk. Kom, stoot hem lekker door, jongen. Ja, maar anders ligt daar weer helemaal niks te vissen, weet je, als ik hem niet pak. Het zijn de dilemma's, ja, waar dus je mee loopt. Ja, het is nu toch pas kwart voor negen s'avonds. Dus ja, ik kan hem nou heel nog laten liggen. Of ik kan het risico wagen ten eerste aanhangt. Kijk, dat gaat heel weer. Maar hij pakt dan niet echt lijn dus zo. Nee. Maar hij gaf wel echt heel veel piepen net. Kijk, het is wel raar denk ik niet zo. Ja, maar waarom trekt hij anders die swing omhoog? Dat is toch gewoon een vis? Hoe kan er anders die... Zou ik er gewoon voor gaan? Ja, joh. Ik ben een waarhals. Gaan we gewoon. Je moet er wel een lijf zo, Balthazar. En? En? Nou, even wachten hoor. Nee, niks. Oei. Nee. Ik heb 3 keer gewaagd, maar... En dan gaat hij zo meteen in het donker zo door de ruit van de overkant. Klote zeg. Helaas. Pindakaas. Zo, we lagen eigenlijk echt net te slapen. Ik weet niet hoe laat het is. Maar ik loop hier met het schep net. Ik hoor dat Chitters pieper afgaan, of een jekko. Hey, Sunshine. Hey, goeie avond. Hoe is het mee? Ja, best. En je eerste van het jaar? Ja. Wat is het? Moet je eens even kijken wat een bak. Zo, dat is wel echt een hele kleine. Dat is echt een mini. Waarschijnlijk te laten. Ja. Zo, die is klein. Ja, klein even daar, joh. Hey, kom maar. Is er geen zeelt? Oh, nee. Ja, wat een knol. Oh. Kom, even opnieuw. Ja, hoppa. Wat een bak. Hey, tenminste, toch even eerst op de... Dat is zeker waar, hè? We mogen niet klaar. Hij gaat nog best een run voor zijn formaat. Ja, mooi. Scheelt ook een sjouw of ja? Die lamp is fel. Ja, sorry. Daar is hij. Chitten, de bakken vangen. Niet normaal, lijkt wel een giebol. Ja, inderdaad. Hij heeft wel een hoog gebouw. Hij is wel mega. Grootste van het jaar? Ja, dit is. Mijn jaar kan nu al niet meer kapot. Is hij onthaakt? Ja. Nee. Oude vage, mooie inhaking. Ja, man. Op de Ronnie rig. Mooi net. Op de Ronnie rig. In de nacht. Het is fantastisch, jongens. Jezus, het lijkt wel een vorentje. Ja, het is echt niet normaal, jongens. Echt zo'n Frankrijk visje. Ja, hij is wel mooi hoog gebouwd. Pini, pini, poeni, pini. Ja, jongens, is die dan? Het is niet normaal. De eerste van het jaar. Je bent wel van de nul vandaag. Hij is nog kleiner dan ik eigenlijk... eerste visje die ik op de pen ving. Maar het maakt helemaal niet uit. Kijk eens even hoe mooi je oog het is. Ja, het wordt later een toppetje, hoor. Hij heeft potentie, hè? Hij heeft zeker potentie. Kijk eens naar een mooie maandje op de achtergrond. Ja, dat ook nog eens even erbij. Oh ja, bijna volle maan. Mooi. Ja, helemaal geweldig. Ik ga die hengel gewoon weer precies op hetzelfde plekje gooien. Even bonjour, hè. En dan mag deze ook weer even lekker gaan zwemmen. Best. Okay, heel veel moeite voor een kleine jongen. Ja, maar we mogen niet klaar. Vis is vis. Precies. We gaan hem retourneren in het water doen. Dan moet lekker een bedje in zitten. Precies. Ja, het water is toch wel een beetje koud. Echt? Kijk, we even gaan dan. Kijk, straat. Joekeltje. Joertje. Oké. Hoppakee. Sla en slag. Nou, ongekend. We zijn echt net bezig met de eerste vis van Chitten. Net teruggezet. Gaat ze andere hengel af. Ik lag net in bed.
En die chitten natuurlijk rennen naar de verkeerde hengel, hoor. Ja, hey, morgen, jongen. Zo, deze is wel ietsje sterker, of niet? Hij zit een beetje vast. Hey. Oeh. Zo. Verkeerde hengel, zeg. Ja, dat is toch weer kut. Waar is het nu wel? Onze Casanova. Ja. Twee verschillende schoenen aan. Netjes. Zo. Hij ging hard. Ja, trek hem naar beneden. Nee. Kutje, hé. Wat is dat net raar? Nee, dat denk ik niet, zit hier op elkaar. Kijk. Zit hier mee op de bakken, hè? Nee, dat is niet. Kom. Trek hem er wel meer in. Ja, trek. God, wat is dit? Allemaal bakken. Ja. Hier is in de pocket. Zo vlot. Lekker. Zit toch wel een flinke unit, shit. Ja, aan de buikje onder. Mooi. Heeft ook een mooi bekkie. Zo, hoe keurig. Hey, kijk eens even. Wacht even hoor. Is dat eens even keurig? Willekeurig. Hij heeft mijn grote bek. Netjes in het onderlipje raakt. Hij had netjes in het onderlipje raakt. Wel lekker mijn wolken komt. Als jij hem even optilt, dan trek ik hem netjes weg. Yes. Chaka. Zal ik even van die andere kant gaan zitten? Ja, dan is het maar eerst even wegen met onze professionele racegaan. Ja, we zijn onze racegaan vergeten, jongens. Neem het niet te serieus. Deze al toevallig erbij. Hey, so to me. Deze zegt. Even kijken. Hij zegt 11 kilo. 11 kilo tikt hij aan. Met mat, dus dat zal wel 10 zijn. Ja, dan gaan we van mat weer een kilootje, denk ik. Ja, zoiets. Maar na dat kleintje van net is hij meer dan welkom. Ongeveer 10 kilo, dat is toch lekker. Eerste 20 van tja. Mooi dik. Hij is mooi donker. Hij is ook mooi donker, ja. Mooi in de winterkleurtjes. Zo. Kijk eens even, hey. Ja, dat zijn ze, hè. Ik gaf een keiharde fluiter. Ik rende even naar de verkeerde hengel toe. Maar hij zat er gelukkig nog aan. Jullie zagen het. Mooi in het onderlipje gehaakt. Je ziet natuurlijk echt wel een dikke staart erop. Mooi. En dit zijn er wel betere vissen om mee te heen. Hier word je vrolijk van, hè? Hier word je wel vrolijk van. Andere kant? Zal ik het even laten zien? Juist. Ah, flinke jongen, toch? Flinke staart erop inderdaad. Kijk, dat is nog best wel breed. Flinke zuiger. Flinke zuigertje. Lekker bekkertje. Lekker bekkie. Ja, zijn bekkie is redelijk intact. Ja, dat is perfect. Fotootje en mag zwemmen. Dan de volgende vis zie jij, hè, Daan? Ja, ze worden steeds zwaarder. Ja. En hij mag weer gaan zwemmen. En hij mag ook zijn broer voor Daan natieven gaan halen. Ja, maar ik vind het mooi om tenminste een paar vissen te zien. Hij wil nog niet, hè? Ah, niet echt wel. Lekker. Waar is je deze op gevangen? Ik had deze op de Snowman. De wat? De Snowman met de Tiger Crush Caramel met een gele pop-upje. Oeh! Hey, goedemorgen! Zonnestraaltjes! Goedemorgen! Van goede leven! Hoe laat is het? Het is kort over 10 ochtends. Ik ben al een half uurtje wakker. Deze man die lag echt zwaar in het dromenland. Goed, ik dacht ik ga even de hengels verversen. Dat heb ik gedaan. 1 hengel in 3 gegooid. Is mijn lijn gebroken. Ander heb ik wel een rollierigje aangehangen. Dus die heb ik even op een andere plek neergelegd. Misschien dat het nog een visje oplevert. Kijk eens, we zijn gelijk begonnen met bakken. Lekker tossetje in de morgen. Dit is een dag zonder zorgen. En ja, chittermeister. Geef de camera maar eens even hier. Zeg maar, oh, zit er nou helemaal dichtje. Ja, dat weet ik niet. Maar jij hebt wel lekker gevangen vannacht, hè? Ja, dat wel. Een kleintje, een grote. Kleintje en zijn broer. Van alle markten thuis. Geweldig. Het was wel even lekker. Ja. Lang geleden. We zijn er blij mee, jongens. Zo, we zien allebei wel een beetje uit. Die zomer mag ook wel weer een keertje beginnen. Ja, precies. Maar kijk eens. Hahaha. Lekker weertje, jongens. Lekker weertje. Lekker, man. Tijd voor een ontbijtje. Precies. Zo, lekker aan het genieten van mijn tosti. Zo, wat is er gebeurd, gek? Oh, ik moet niet pakken. Maar nee, mijn lijn is nog slap, dus hij is gewoon losgeschoten.
is niet dat de vis erop zit. Kijk, de ding die is een beetje kapot. Crisis. Crisisdienst. Zie je? Ga je hem pakken of niet? Nee, dit kan gebeuren. Mooi steentje, mooi steentje. Lekker happy. Lekker. Ja. Loop even helemaal uit de hand. Nee joh, zijn nog gewoon op de grond. Anders krijg je dan gezeik weer dan. Ah nee. Zo, dat was wel even een spektakel. Ja, we zijn nog niet verbonden. Althans, niet was met echt. Raar. Ja, het was best wel beangstigend. In één keer stopte het beeld ermee. Ja joh. Ach, we hebben er nog. We hebben hem nog. Mooie beelden. Ondertussen bijna alles opgeruimd. Behalve de twee tenten. Onze grote paleis is. Ik zal wel even laten zien. Klik. Klik. Weerpijp even eruit. Even zo goed binnen. Je klapt allebei de kanten naar binnen. Ik kan hem inpakken. Ons grote paleis. Nou dames en heren, de hengeltjes worden binnengehaald. We gaan even lekker opruimen. En het is tijd om naar huis te gaan. Vond je de video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Vanaf nu gaan we proberen weer iedere week een video online te zetten. Zomertje komt eraan. We garanderen niet dat het lukt. Nee, maar we gaan het wel proberen. En ja, we hebben het ook druk. Maar goed, stay tuned. Tot volgende week. En toch 2 karpers gevangen, hè. We hebben het weer gedaan. Hoppa. Was op. Hoe is een gek bekkie?